Dookie Daily Challenge tijd. Hallo? Hij wil eerst niet luisteren. Ik hoop dat hij zometeen wel luistert als we 5 locaties gaan uitzoeken en waar hun locatie is. Ik zou zeggen dat het Turkije is. Ik denk dat de poorten daar gaan bevestigen, hopelijk. 9 van 10 keer staan er op deze borden hier al wel goede aanwijzingen, zeg maar. Hallo. Hier als het blinde vlekken zijn, toch? Jawel. Nou, niet meer. Nou, dit bevestigt inderdaad wel dat het Turkije is. Alleen. Waar in Turkije is het? We zetten voorlopig zijn gewoon lekker in het midden. Dat is altijd het makkelijkste. Because why not? Why not? Ik wil terug naar die kant op spieken. Dankjewel. Nee. Ik had gehoopt dat hier een ding zou staan. Een bord met richtingen erop. Meestal zijn ze daar best wel vrij goed in Turkije. Dat zijn er van, hey, je rijdt nou deze. Nee, ik wil de andere kant. Ik weet niet waarom hij dacht dat ik die kant op wilde. Nee, moet je kijken hoe ver het mij teruggezet heeft. Dat is echt gewoon. Dat was gewoon bijna. De variant van Ctrl-Z, zeg maar. Zin op. En alle kammen. Zin op en alle kammen. Zin op zit hierboven. Nou, daar zit ik er sowieso, maar 90 kilometer vandaan. Even kijken. Naar het westen? Zou je denken? Huh. Ik weet niet of de dingen men voor de gek houdt, maar. Het lijkt me niet een normaal doorgaande weg te zijn, zeg maar. Ik zat helemaal verkeerd in mijn inschatting van hoe ver weg het zou zijn. Oprecht. Nou ja. Het. Excuus. Nou, ik ga ervan uit dat dit al. Vrij snel gaat duidelijk maken waar we zijn. Dit gaat Spanje of Portugal zijn, denk ik. En het antwoord is. Ik denk dat dit Portugal is. Maar ik weet niet. Bovenvis. Ik ben met name benieuwd, want ik ga ervan uit dat op bij in de buurt van deze geweldige rotonde dat daar ook wel wat meer richtingen aangegeven staan. Praia. Zeg me helemaal, is het een eiland dan wellicht? Kan dat? Zou dit. Waar zit Madeira? Ik denk niet dat het Madeira is. Is het Madeira? Nee, dat is Funchal.
niet het idee dat het in Madeira gaat zijn, maar. Atlantico. Ik hoop eigenlijk Airport op Praia de Vitoria. Ik heb het idee dat dit een eiland gaat zijn, maar dat kan bijna niet. Ik wou hem voorlopig gewoon daar staan. Het ziet er niet eilandachtig uit, zal ik het zo zeggen. Ik hoop eigenlijk dat wellicht hier staat nog een bord. Ho, what the fuck. Ik hoop dat dit bord me misschien wat meer. São Sebastião. Cabo de Praia. Waarom komt dat Praia iedere keer terug? Het ligt ook aan de kust, denk ik. Was, ja, zie je wel. Zie je wel dat het een eiland was? Sidori. Nou, dat had ik echt. Ja. Zucht. Dit is een locatie die we volgens mij al eerder gehad hebben. Als ik het goed heb, is dit Uruguay. Denk ik. Ik denk dat, want dit is een brug toch? Waar we naartoe rijden. Ja, dit is een brug. Dit is heel duidelijk een brug. Dat is mooi. Oké, ik weet dat er. Nee. Dat klik ik echt compleet niet. Ik weet niet waarom. Oh my fucking god, serieus. Paso de los Toros. Montevideo, Florida. Nou. Ik zit er sowieso op dit moment slechts 250 kilometer vandaan. Even kijken, Florida. Ik denk dat het daar is, Florida. Dit is weg 5, blijft dit, hè? Is dit een andere? Ja, dit is wel weg 5. Moet ik Duranzo zoeken? Durazno, sorry. Oké, wat was die andere? Dat was. Hoe heet het nou ook weer? Zei ik ook weer? Paso de los Toros. Paso de los Toros, dat is hier. Mooi. Het enige wat ik dan zoek is in principe dit. Dus wat zou dan moet ik echt inzoomen daarvoor? Ik weet het niet. Gewoon kijken. Cool. No stress at all. Ik denk niet dat het dit is. Alhoewel, als dit die brug is. Dan zou het dit wel kunnen zijn. Wellicht. Ik ga er eens af. Kijken of ik een. Hallo? Maar wel een kracht, ook kan ik er niet af. Oh man, really? zegt. Dit lijkt me ook geen brug over de. Oh. Ah, ik zat er niet eens zo heel ver vandaan zonder dat ik het merkte. Oké, klaar niet. Dit durf ik zo niet te zeggen wat het is. Dit
kan. Property keep out. Is het Amerika? Als het Amerika is, dan. City Center, North Shore, Kamloops. Echt waar? Wat? Ik. Wat? Volgens mij word ik hier voor de gek gehouden. Volgens mij word ik hier compleet voor de gek gehouden. Hallo? Nee. Oh. Ja, ik denk namelijk niet dat dit deze kant op is. Ik denk namelijk dat dit een andere is. Ik ben er eigenlijk vrij van overtuigd dat dit. Nee, het is wel .ca. What the fuck? Ik dacht dat het een veel grotere. Dit moet een andere Kamloops zijn. Of Kamloops. Of wat het ook is. Dit moet een andere Kamloops zijn. Dat kan niet anders. Wilders, dat staat heel duidelijk .ca. Of dit moet een buitenwijk of zo. Dit moet een andere zijn. Dat kan niet anders. Oké, wacht. Oké, deze kant was de City Center op, hè? Misschien dat dit wat meer duidelijkheid biedt. Aan de andere kant, als dit natuurlijk het vliegveld is, dan zou dat ook. Het is echt Canada. Wat? Wat? Nou ja, nogmaals, ik volg de aanwijzingen op, hè. Ik kan straks niet zeggen van, what the fuck? Dit moet gewoon. Wat? Het was bij de airport in de buurt, dus. Het was gewoon goed. What the hell? Oké. Ah, ook wel eens fijn, zo'n positieve verrassing. Dit is in Uruguay, in Montevideo. Zelf, alleen, moet ik even kijken welke. Dit is een van de plaatsen. Even kijken. Stond het hiervoor, denk ik. Hè? Ja. Stond hiervoor. Okay. Top. Hi. Artigas. We zijn volgens mij best wel redelijk voor inzoomen om dat te zien. Überhaupt. Nou. Want ik dacht dat die dingen ook best wel redelijk goed zichtbaar waren, die plazas, zeg maar. Dat dacht ik in ieder geval, maar misschien dat ik het ook wel compleet mis heb. Waar dan nog, ik weet niet of er nog bedrijven omheen waren die. Nee, er waren niet bedrijven omheen die. Dang it. Ja, het helpt ook niet echt heel erg om te kijken naar weet het. Dit is het niet. Ik denk dat het hier wel vlakbij zit. Denk ik. Dat is een ding, ja.
een dingen. Ja, dat. Ik ben nu vooral gewoon op zoek naar andere plazas. Met name omdat. Ik weet, ik kan me herinneren dat ik vrij ver moest inzoomen om te. Kijk, wacht even. Dus Boulevard Artigas. Dus zou je denken dat het uiteindelijk wel op een plaza uitkomt met het standbeeld van hem? Nee, ik ben de verkeerde kant gegaan. Het zat er niet eens bij. Volgens mij was dat deze weg waar ik op zat. Oh, wacht, oh wel. Was hem dat? Nee, dat was echt heel erg anders. Ah nee, dat was toch redelijk zichtbaar. Nou ja, het zij zo. Ik wist van de vorige keer nog dat het Montevideo was, dus dat is wel iets. View Samurai. Was eigenlijk niet ineens een hele. Ja, behalve deze. Maar goed, ik heb ook alleen maar naar Madeira gekeken, niet naar de Azoren. Mijn gevoel dat het een eiland was, was goed. Alleen ik heb naar het verkeerde eiland gekeken. Ach ja, je kunt er niks aan doen. Dat was hem in ieder geval voor vandaag. En dan zeg ik, tot morgen.